Bonjour! Bonjour! Vandaag de vijfde rit in de Tour de France. En het was uiteindelijk toch een sprint. Het was lastig. De echte sprinters werden eraf gereden. De Groenewegens, de Nicelo's, de Ewens. Al die mannen werden eraf gereden. Maar uiteindelijk bleven er sterke sprinters over. En wie won er? Sagan. Sagan. Hij was uiteindelijk de snelste. 12e keer in de Tour de France dat hij wist te winnen. Weet jij hoe vaak hij tweede is geworden? Ja. Hoe vaak dan? 8 keer? Hoeveel denk jij? 8. 22 keer is hij al tweede geworden de Tour de France. Dat snap ik niet. Jij zegt 22 keer tweede en dan op tv en dan zei jij 8 keer derde en dan zeg je dat hij 12 keer heeft gewonnen. Hij heeft 12 keer gewonnen, hij is 22 keer tweede geworden en hij is 8 keer derde geworden in zijn hele carrière in de Tour de France. Dat is echt bijzonder. Hij draagt morgen voor de 109e keer de groene trui. Dat is 43. Hij heeft bijna nooit zijn eigen Bora-trui aan. Die zie je toch nooit? Alleen de eerste rit. Echt heel goed is die man. Hey, even kijken. De gele trui, Maud. Wie rijdt er in de gele trui? Alaphilippe. De witte trui en tweede vandaag? Wout van Aert. De bergtrui en vandaag weer extra punten gepakt? Tim Wellens. Goed gereden. Een mooie coureur trouwens. Zit super mooi op de fiets. Mooie lange jongen. Heel mooi. Hebben jullie zijn fiets gezien trouwens? Nee. Dus Ridley, die heeft een speciale fiets voor hem gemaakt. Met bolletjes erop. Die heeft Jochem Aert waarschijnlijk gewoon zelf, dat is de baas van Ridley, zelf helemaal gespoten. Die is echt heel mooi. Moeten jullie morgen echt opletten. Maar morgen gaat het echt beginnen. Morgen gaat het echt bergop. Morgen wordt er gefinished, bergop. Op een hele lastige beklimming, waar 3 keer eerder is gewonnen. Ja. Froome, Nibali en Aru wisten daar te winnen. Dus Aru? Ja, dat vraag ik mezelf ook af. Aru rijdt niet zo goed. Hij rijdt morgen wel. Hij rijdt nu voor Emirates. Hij is nog niet zo goed. Hij heeft een lease-operatie gehad. En hij rijdt nog niet zo heel erg goed. Dus morgen wordt het klassement gemaakt. Maar er is morgen nog wat veel belangrijkers aan de beurt. Er is iemand jarig. Mijn moeder. Oh ja, mama ook. Ja, ik bedoelde eigenlijk in de koers, want dat is Caleb Ewan. Maar inderdaad, mama is ook jarig. Dus dat is eigenlijk eens goed dat je het zegt. Dus ik moet nu nog eventjes wat gaan kopen, want dat was ik echt helemaal vergeten. Maar ik zat te denken aan Caleb Ewan. Dus mama en de kleinste renner van het peloton, want hij is 1,65 meter. Jij bent bijna groter. Die zijn morgen jarig. Mooi, leuk. Dus wij hebben morgen feest en taart. Heb je taart gebakken vandaag? Ja. Ja? Wat heb jij gedaan vandaag? Bij Nout gespeeld. Bij Nout gestild. En gezwommen. En gezwommen. Zo, heb je wel koers gekeken? Ja. De finish? Ja. En zag je dan Sagan zo'n ding? Ja, en zo. Weet je zo? En dan? Echt zo. Zo. Ah, was goed hè. Hey, morgen. Denken jullie dat Steven Kruiswijk de gele trui kan pakken? Ik denk dat het klimmer van wel. Jij denkt van wel. Klimmer of sprinter? Het is een klimmer. Ja, of Tim Wellens. Denk je Tim Wellens? Nee, Tim Wellens staat op heel veel achterstand. Maar is toch ook bolletjestrui? Ja, dat is de bolletjestrui, maar die dan... Kijk, de bolletjestrui gaat anders. Als je een berg oprijdt, dan kun je punten krijgen, maar dat is tijdens de wedstrijd. Alleen de echte klassementsrenners, die doen de laatste keer de berg heel hard oprijden om te proberen tijd te pakken op de andere concurrentie. Dus, denk jij ook dat hij hem kan pakken? Ja. Hij heeft een kleine voorsprong op... Oei, ben je gevallen? Nee, ik word daar bij je deur gestoten. Oei, maar je kan wel fietsen? Ja. Nou, dan gaan we straks nog een ronde fietsen, is dat goed? Ja. Maar morgen, ik denk dat Steven Kruiswijk echt wel morgen kan gaan winnen. En, ben benieuwd. Ja. Zesde etappe. Hè? Ja. Oké, we zien jullie morgen. Ademé. Ademé. En Eurosport Player. Niet voor watjes.